Branches. Je hoorde Stereo. En ook zij hebben, nog niet eens zo lang geleden, ik denk een maandje of twee geleden, de 1 uur service verzorgd. Heren van Moenderpark. Ja, hallo. Woe. Ja, je mag echt even voor jezelf klappen. Dit is een hele prestatie. Er zijn zelfs snaren bij gebroken, zo hard ging het erop. Ja, ja, zeker. Ja. Bloed, zweet en snaren. Zo, dat is inspiratie. Zo, dat is een mooi grapje. Nou, ja, je volgende plaat wordt dan een Nederlandstalige bij deze. Hey, vertel eens even, Moenderpark. Ja. Ik heb te horen gekregen dat jullie heel graag serious talent willen zijn. Ja, dat willen wij heel graag. Dat snap klopt. Ik. Ja. Hoe ga je dat doen? Nou, wij hoopten het afgelopen keer te worden, maar zijn we het net niet geworden, heb ik me laten vertellen. Oh, en hoe ben je erachter gekomen dat je het net niet geworden bent dan? Dat heb ik gehoord van iemand. Ingewijden. Ja, gewoon namennummers. Nee, van Roelie heb ik dat gehoord. Oké. Okay. Maar jullie lagen wel, jullie zaten wel eventjes. Dichtbij. Ja, ja, dat heb ik me laten vertellen, ja. Maar we gaan gewoon ervoor. Ja? Dus, zeker. En we hebben veel op de rol staan, dus dat moet wel goed komen. Vertel eens, wat staat er allemaal op de rol? We staan op Freeze Festival, Buildbeat, Zwemfest, vergeet ik nog wat? Jopop. Jopop. Dus we hebben een stuk of wat dingen staan. En we willen nog in de aankomende maand een clip maken, dus daar zijn we mee bezig. Heb je daar toevallig nog leuke luisteraars voor nodig? Want die kun je nu gaan verzamelen. Ja, wij hebben singles. Die hebben we vorige week binnengekregen. Daar zijn we heel trots op. En daar willen we graag wel een paar van weggeven. Ja. Nou ja, hier, ik heb hem toevallig in mijn handen. Hier, dat is hem. This Romance is Dangerous. En aan de andere kant Energy. Ja, dubbel single. Leuk, leuk, leuk. En hoe gaan we dit doen? We mogen er een heleboel weggeven? Jullie mogen er een heleboel weggeven. Oké, dan zeg ik dat we er een paar via onze Facebook weggeven. En een paar gewoon via de sms. Vind je dat goed? Lijkt me leuk. Leuk. Je krijgt een cadeautje van ons. Sterker nog, ik doe hem zelf op de post met een postzegel erop. SMS via je naam nu naar 3333 krijg je het nieuwe singeltje van Moenderpark. Krijg je van thuis gestuurd. Als bij wijze van vakantiekaartje van mij. Hé jongens, ik las over jullie iets in jullie bio en dat intrigeerde me zo. Er staat, en ik ga dat ook echt letterlijk voorlezen. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja daar werk ik voor, hè, dus pas op. Een crooner met persoonlijkheid op zang die het hele oeuvre van Frank Sinatra altijd bij zich heeft. Is dat waar? Je moet dingen altijd een beetje overdrijven. Maar waarom Frank Sinatra? Ah, dat vind ik geweldig. Echt waar? Ja. Oké. Okay. Jij niet? Nee. Oh mannen, kijk me niet zo aan, kom op! Nee, dat vind ik heel, ik vind het heel mooi aan. Oké. Ik hou wel van. Ik ben fan van zijn dochter. Kijk, dat dan weer wel. Oké. Okay. Een drummer met een voorkeur voor alternatieve indie pop. Nou, dat is een drummer naar mijn hart. Een bassist met een platenkast vol metal. Ja, echt? Dat is hij, ja. En wat voor echt de harde shit van classic metal, waar moet ik aan denken? Van alles een beetje wat, hè? Van alles een beetje wat. Namelijk wel het extremere spul, ja. Het extremere spul. Dat denk ik aan Pantera of dat soort dingen. Ja, dat denk je goed inderdaad. Dat denk ik goed. Goed, ja. Ik heb een ooit 2 jaar een metalhead gedate. Ik ben heel goed ingewijd in dit soort muziek. Goeie zaak. Je vindt het ook hartstikke leuk zo te horen. Nou, ik ben zelf heel erg gek op emo-core. En dat echt van die harde core-bandjes. Die, ja, dat vind ik heel fijn. Goed, en 2 gitaristen met uiteenlopende smaak. Jullie komen er bekijkt vanaf, hè? Met uiteenlopende smaak. Zo van, nou ja, die houden eigenlijk een beetje over de hand. Goed, en dat alles mixen we dan. En dat maakt Moenderpark een frisse, catchy powerpopband van dit moment. Ik denk dan, jongens, dan krijg je toch een risico? Ik bedoel, hoe ga je deze smaken en stylen en sound tot één geheel? En een heel eigen geheel mixen? Instellingen, meet me halfway. Je komt wel een beetje nader tot elkaar. En dan maak je er iets van. Ja, weet je, ik denk dat het een nachtmerrie is. Gewoon een metal riffje en dan een soort Frank Sinatra swing eroverheen. Ik denk... De metal laten we er gewoon uit, hoor. In deze samenstelling heb ik mijn andere uitlaat. Ja? Heb daar heb je een andere voor, oké. Okay. En jij gaat je solo project ooit nog een keer doen als crooner. Ja, absoluut. Ja. Klopt. Ja. Ben ik druk mee bezig. Maar de grap is ook, ja, ik hoorde er inderdaad ook geen metal en geen Frank Sinatra. En ik hoor gewoon... Klopt. Nou ja, wat je zegt, catchy pop. Dat is het doel. Lekker. Dat schrijven we. Voetjes aan de vloer. Ja. Meisjes aan het dansen maken. Exact. Knikken. Ja, ja, daar gaan ook oogjes stralen nu. Ja, ja, dat willen we. We willen meisjes laten dansen. Ja. Heren, nou, laat dit meisje dan even dansen. En ga vooral even naar de andere kant van de studio. Gaan we doen. Gaan jullie dat doen? Ga ik jullie website nog even spammen. Cool. En dat doe ik door te vertellen dat je kunt surfen naar moendopark.nl of check een facebook.com/moendopark. De heren verlaten nu de studio.
En lopen naar de andere kant. Check ze via 3fm.nl/socialradio voor een volgende track. Dus moenapark.nl. En wil jij die single hebben, want dat is eigenlijk wel geinig, dan stuur ik hem gewoon naar je op. Dus je krijgt 2 liedjes, Energy en This Romance is Dangerous. SMS even je naam naar 3333. Dan geef ik hem je en ik zet ook even een berichtje op onze Facebook. En dan krijg je hem ook van mij. We hebben de 10 weggegeven, dus plenty. Ik hoor een baslijntje. Ja, ja. Heren? Ja. Ja? Ja. Iemand wenst mij een fijne nacht en noem mij Manuela. Ik weet niet zo goed wat ik daarmee aan moet. Heren? Ja. Wat gaan we van jullie horen? Een van de 2 singles. Nummer 2 op dat ding. This Romance is Dangerous. This Romance is Dangerous. Yeah. Oké, okay, iedereen er klaar voor? Ja. Oké, okay, dan gaan we. This Romance is Dangerous. Live. Mundo Park. Romance is Dangerous, jawel. Dat is het. En dat was hem. Mundo Park. Ik ga het straks even allemaal op onze Facebook zetten. En dan maak ik even een fotootje. Ik denk dat dat wel leuk is. Lijkt me heel gezellig met deze heren. Nu ze nog geen serious talent zijn. Straks zijn ze natuurlijk wereldberoemd. Krijg ik ze nooit meer. Arrogant. Ja, ja, dat laat ik niet merken hoor. Dan kom ik je opzoeken. Hé hey, heren, dank jullie wel hè. Ja, jullie ook. Heel veel succes en tot de volgende keer. Proost. Proost. Ja, nu mag het.